Nou, de opgraving is verricht in 1958 in de zomer. En de man is doodgegaan of heeft geleefd? Nou, je kunt zeggen heeft geleefd, doodgegaan weten we niet, maar heeft moet geleefd hebben omstreeks 4000 jaar geleden. En, was dat nu voor die hunebedden of daarna? Daarna. Hunebedden heb ik gezegd is 2500 voor, of we zeggen 4500 jaar vanaf nu gerekend. Deze man die begraven is in een grafheuvel, schatten we dat dat 4000 jaar geleden is. Hij leefde in de zogenaamde bronstijd. Mm-hmm. Een tijd die volgt op de steentijd. En van deze man is dus eigenlijk alleen maar een schaduw in het zand overgebleven. Ja. Was het nou iemand die een bepaalde rang had, dat hij zo begraven werd, of werd iedereen zo begraven? Daar kunnen we geen antwoord op geven. We weten alleen dat in de bronstijd grafheuvels werden gemaakt. En die vind je nog terug, als ze nog bestaan, in de ongeroerde heidegrond. En dan zijn ze ongeveer 1,5 à 2 meter hoog, die heuvels. En hebben een middellijn van 8 tot 10 meter. In zo'n heuvel liggen dan mensen begraven.